BDO in één woord is voor mij expertise. We hebben natuurlijk een heel moeilijk traject gehad. Daar hadden wij gewoon iemand nodig die op al die terreinen kennis had. En dat was BDO voor ons en dat is BDO nog steeds voor ons. We zijn in Boekhandel Donner, de grootste en mooiste boekhandel van Nederland. Begin 2014 dreigde Polare failliet te gaan, dat zagen wij aankomen. Wij waren boekverkopers van Donner, dat inmiddels een onderdeel was van Polare. En wij dachten, ja, dit moet ons niet gebeuren, dat Donner straks onderuit gaat en niet meer bestaat. En we zagen ook kansen. Toen zijn wij na gaan denken over hoe kunnen wij het misschien overnemen en wat moeten we daarvoor doen. Wij waren op zoek naar geld. Toen kwamen we bij een crowdfundorganisatie Simbit. Het model wat ze hebben hadden ze opgezet samen met BDO. Aangezien we nog wel meer stappen te nemen hadden, zijn we in gesprek geraakt met BDO. Die hebben ons vanaf dat moment geholpen met alle zaken die we in de overname tegenkwamen. Het is heel belangrijk om een goede accountant aan je zijde te hebben als partner in dit soort processen. In korte tijd moet heel veel gebeuren. Soms zie je door de boom het bos niet meer en dan is het goed om een accountant als partner erbij te hebben. Dit is ook heel direct contact. Het is makkelijk, er zit geen formele barrière tussen. Alsof je binnen hetzelfde bedrijf werkt bijna. Wat voor mij ook heel belangrijk is, ze zijn heel erg begaan met de ondernemer. Jouw zaak gaat hun ook aan het hart, dat merk je. Het gaat heel goed, ja, het gaat heel goed met Donner. We maken winst al in het eerste jaar. Steeds meer mensen weten deze winkel te vinden. En je ziet ze ook steeds vaker terugkeren. Mijn naam is Ilko Zuidervaart, financieel directeur bij Boekhandel Donner.